Dit is het meest lachwekkende voorbeeld in de stad Amsterdam. En dit is architectuurhistoricus Charlotte Thomas. Ze heeft helemaal niets met de zogenaamde vijandige architectuur die je steeds meer ziet in de stad. En dat zijn eigenlijk obstakels die geplaatst worden in de openbare ruimte die eigenlijk heel veel mensengroepen toegang ontnemen van die plekken. Het zijn maatregelen die genomen worden om overlast van onder andere hangjongeren of daklozen tegen te gaan. Bijvoorbeeld dit soort leuningen. Een paar jaar geleden waren deze armleuningen er nog niet. Je kan dus niet meer comfortabel even gaan neerliggen. Nee, dat werkt niet. Nee, werkt niet. Het is wel een soort massage voor de rug, maar helemaal niet handig. Het is toch onmenselijk? Waarom zou dat niet mogen in onze maatschappij, dat mensen gewoon even een dutje doen? En dit is niet de enige plek in de stad. Hier zijn er dus spikes toegevoegd om er eigenlijk voor te zorgen dat mensen niet gaan zitten. Ergens begrijpelijk, ergens denk ik, waarom moet het altijd zo agressief zijn? Maak het gewoon veel vriendelijker. Plaats plantjes. Nu zijn we eigenlijk aangekomen bij het meest debiele voorbeeld. Je ziet daar eigenlijk een zitbank. Doorheen de jaren is er dus overlast gekomen. En toen hebben ze beslist om bakstenen te plakken op de bestaande vloer. Het is gewoon ronduit dom bedacht. Een stad moet een representatie zijn van wat er leeft in de maatschappij. En soms heb ik dat gevoel echt niet. Alles wordt te clean, te mooi. De gemeente laat weten dat vijandig inrichten geen beleid is. Maar dat de openbare ruimte vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen. Op sommige plekken worden daarom aanpassingen gedaan. Zoals de leuningen op banken, waardoor ouderen beter zouden kunnen opstaan. Op andere plekken wordt die vijandige architectuur ook door particuliere partijen geplaatst. Het is ergens ook begrijpelijk, toch? Dat wat van jou is, dat geen overlast moet kennen. Privé is privé en niet publiek, snap ik volledig, maar ik vind, we moeten iets toleranter ook zijn naar elkaar. Blij is Charlotte met de nieuwe Ei-boulevard. Daar hebben de lange stenen banken nog geen leuningen. Wat dat dus eigenlijk illustreert, dat het nog wel een toegankelijke zitplek is. Nou ja, super zou je zeggen, toch? Ja, maar ik ben wel benieuwd in de toekomst. Er zou een armleuning hier kunnen komen, waardoor dat thuisloze mensen niet meer in volle lengte kunnen opslapen. Misschien breng je ze wel op ideeën nu. Ja, ik hoop van niet.